Vandaag vond de lancering van 20 wiskundevideo's en een wiskundegame voor leerlingen in leerjaar 9 plaats. Wij van Sunweb TV hebben een gesprek gehad met de directeur van de Blacklot, mevrouw Henna Draaibaar, en zij geeft ons meer informatie over dit event. Laten wij gaan kijken en luisteren naar mevrouw Henna Draaibaar. We hebben 20 wiskundevideo's gemaakt in het kader van een project dat betaald wordt door de IDB hier in Suriname, samen met Young Help Suriname. En die wiskundevideo's, dat zijn onderwerpen waarvan leerkrachten van leerjaar 9 hebben gezegd, als we werken met de kinderen met wiskunde, zijn dit de onderwerpen waar we problemen mee hebben. Kunnen jullie daar makkelijkere video's mee maken, zodat we die kunnen gebruiken? Dus de video's zijn geen vervanging voor de leerkracht, maar is aanvullend. Het leuke van de video was dat het een heel project was, want de jonge presentatoren hebben we getraind om die video's te kunnen presenteren. We hebben samen met wiskundedocenten gewerkt om de onderwerpen uit te werken. We hebben het laten testen bij scholen om te vragen aan kinderen, snappen jullie het nu beter? Dus er is een heel traject aan vooraf gegaan. Het was niet in een maand gedaan, we zijn zeker een jaar ermee bezig geweest. En vandaag zijn de video's dus eindelijk af. En we dachten dat het leuk was om ze op een bijzondere manier te presenteren met een wiskunde-event. Zelf, moet ik je heel eerlijk zeggen, was ik geen held in wiskunde. En dat vind ik nog steeds jammer als ik zie hoe leuk wiskunde kan zijn. Veel kinderen vragen zich af, waar heb ik wiskunde voor nodig? Ja, ik heb Nederlands nodig, want ik moet schrijven. Ik heb biologie nodig, omdat ik moet weten hoe het lichaam of de natuur werkt. Maar waar kan ik wiskunde voor gebruiken? En we proberen dus in de video's te laten zien dat wiskunde overal om ons heen is. Van het maken van een boekenkast tot het snijden van een taart als iemand jarig is in gelijke delen. En het event wat we nu georganiseerd hebben is een beetje de sfeer wat we willen laten zien. Dat wiskunde ook echt heel leuk kan zijn. U heeft gezegd, jullie zijn ongeveer een jaar bezig geweest met het plannen. Gesprekken met verschillende docenten, leerkrachten. Wat was de grootste uitdaging voor jullie? De grootste uitdaging was om de juiste toon te vinden. Maar niet alleen de juiste toon, ook de begrippen, zodat alle kinderen het begrijpen. Zodat we een algemene taal hadden. De wiskundevideo's zijn gedraaid, zijn verstuurd, zijn weer teruggekomen, aangepast, weer verstuurd, weer teruggekomen, aangepast. Niet alleen aangepast naar feedback van wiskundedocenten, maar ook naar feedback van leerlingen voor wie het bedoeld is. Dus dat was de uitdaging om uiteindelijk tot een eindproduct te komen waar we allemaal blij mee zijn. En dit project, wordt het landelijk uitgevoerd of wordt het alleen op YouTube gepost? Nee hoor, het wordt ook op schooltelevisie uitgezonden en we gaan kijken of we het ook op tv kunnen uitzenden. Maar het allerbelangrijkste is dat als kinderen denken, oh ja, ik moet breuken snappen, dat ze ook thuis niet hoeven te wachten op de leerkracht of een wiskunde bijles. Maar dat ze op video kunnen, op YouTube kunnen en zeggen, oh ja, er was iets hoe ze dat breuk hadden uitgelegd. Misschien kan ik dat nog even kijken en zelf op mijn eigen tempo het begrijpen. Zal de groep ook van tijd tot tijd naar scholen gaan om projecten te organiseren? Dat hebben we dus al gedaan in aanloop daarvoor. Zijn we naar scholen gegaan om juist met de kinderen te praten over hun problemen met wiskunde. Dus uiteindelijk moeten de video's, die gaan naar alle scholen, die hebben allemaal kunnen daar gebruik van maken. En het moet toegankelijk zijn voor een ieder. Zal er ook een programma's zijn voor studenten van VWO, HAVO, NIVO en al? Nou, dat zullen we moeten vragen aan degene die dit gefinancierd heeft. Want de opdracht was voor het leerjaar waar we de basis moeten leggen voor de verschillende onderwerpen. En dat hebben we dus nu gedaan. Wat mogen we in de toekomst verwachten? Ik hoop dat we veel meer kinderen krijgen die zeggen, mijn god, ik wist niet dat wiskunde zo leuk was. Dat zou een verademing zijn, want ik vond wiskunde verschrikkelijk. Maar als ik naar deze video's kijk, denk ik, nu snap ik het, eindelijk. Heeft u nog iets te vermelden? Nee, wat ik kan zeggen is dat er een registratie mogelijk is als je op de website gaat van de Blacklot of Facebookpagina. Er zijn niet heel veel plekken, maar er gebeuren allemaal leuke dingen hier bij Artblok. Alles wat met wiskunde te maken heeft. 's morgens gaan er scholen komen, maar er zijn middagen waarin mensen zich kunnen opgeven om met hun kinderen te komen. Dus we hopen dat ze komen. Voor trainingen? Nee, om mee te doen met het hele programma wat we hier hebben. En tot hoe laat? Of tot wanneer zijn jullie bezig? Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar als je op Facebook gaat, dan zie je alles, dan kan je registreren.